Hallo iedereen en meteen een bijzonder fijne vrijdag toegewenst en alvast bedankt om opnieuw te komen kijken naar het videoweerbericht van vandaag, vrijdag 24 februari. De dag start met frisse temperaturen, die zijn gezakt naar een 1 tot een 3-tal graden. Heel lokaal is er wat lichte vorst aan de grond, maar het valt best wel mee. Op de meeste plekken is dat niet zo. Verder gaat in de loop van de dag de temperatuur geleidelijk aan oplopen, tot we vanmiddag maxima noteren van ongeveer een graad of 8. Het bijhorende weerbeeld zal jammer genoeg niet zo fraai zijn. De voorbije nacht kregen we opklaringen, maar die gaan vanmorgen heel snel ingeruild worden voor bewolking. Veel bewolking die binnenkomt vanuit het noorden. Die wolken die hangen samen met een zwakke storing, waarvan de meeste neerslag boven Nederland zit, maar waarvan er ook bij ons in de loop van de middag een druppeltje zou kunnen gaan vallen. Niet overal. Het zal een beetje streekgebonden zijn. Vooral de gebieden langsheen de Nederlands-Belgische grens maken kans op wat neerslag. Bij voorkeur zelfs in Oost-Vlaanderen. West-Vlaanderen zal veel drogere papieren hebben. Maar ook het zuidelijk deel van Oost-Vlaanderen, de Vlaamse Ardennen, daar blijft het droog. In West-Vlaanderen zal de Westhoek en de Westkust weinig of geen neerslag zien. Enkel de bewolking. Wel neemt de wind toe. Die kan in de loop van de dag vanuit het noorden toch wel matig gaan worden. Aan de kust zelfs tegen het eind van de dag vrij krachtig, een 4 à 5 Beaufort met daar uitschieters tot rond de 40, 50 km per uur. Vanavond en vannacht dan breekt de bewolking. Er komen opklaringen, maar er is ook nog veel bewolking. En er is een kleine kans dat er hier of daar in de loop van de nacht ergens eens een los regenbuitje zou kunnen vallen. De minimumtemperaturen dalen daarbij tegen de ochtend geleidelijk naar een 3 tot een 4-tal graden. Als we dan een korte vooruitblik op het komend weekend doen, dan zien we dat het wat kouder wordt. Morgen halen we nog wel een 7, 8 graden, maar het is de wind die het hem zal doen morgen. Er staat een redelijk pittige noordelijke wind bij en die is wat vlagerig en die maakt dat het voor het gevoel toch echt wel koud is. Er zijn ook veel wolken en zeker de eerste helft van de dag moet nog rekening gehouden worden met een plaatselijk buitje. Dat kan dan wel weer overal vallen, zowel in Oost- als in West-Vlaanderen. Morgen dus, ja, die koude aanvoelende dag. Dan komt de nacht naar zondag, dan neemt de wind een beetje af en kunnen de minimumtemperaturen tegen de ochtend toch lichtjes negatief worden, min 1 tot min 2 graden. Zondag overdag, dan wordt het weer veel fraaier, maar het voelt daarom niet warmer aan. Er staat nog steeds een noord-noordoostelijke wind, die waait matig en die zorgt voor een koud gevoel, hoewel de temperaturen op zich nog rond een graad of 8 uitkomen. En belangrijk, de zon keert terug. Vanaf zondag krijgen we zonovergoten perioden. Maar de keerzijde van de medaille is dan dat het in de nachten koud is. Met lichte nachtvorst in de nacht van zondag op maandag gaan we naar een min 1 tot een min 3 graden. Dat is dan een beetje het weerbeeld voor de eerste helft van volgende week. Van maandag tot en met woensdag zonovergoten dagen. Maar met een schrale wind erbij uit een oost-noordoostelijke richting. En temperaturen die toch wat getemperd zijn. Overdag een 6 tot een 8-tal graden. In de zon zal dat goed aanvoelen, maar in de wind voel je echt wel dat koude gevoel. En in de nachten vriest het telkens lichtjes met min 1 tot min 3 graden. Later in de week dan gaat het waarschijnlijk weer wat opwarmen. Dat zie je in de pluim die ik er ook weer overzet. Maar er is ook wat onzekerheid. Vanaf het eind naar volgende week toe zie je toch wel dat die pluim een beetje alle kanten uitwaait. Dat heeft dan te maken met de onzekere ligging van het gebied van hoge luchtdruk dat ons weer dan zal beheersen. Zo, dat zijn de notendop. Het weer voor vandaag en de komende dagen. Zo ben je weer helemaal mee. Alvast tot morgen. Morgen is het weekend. Hou er rekening mee dat de update dan ietsje later komt, maar die komt er wel. Dag!